Eind juni hoopt Gouda een nieuw stadsbestuur te hebben, 3 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart. Verkenner Sjoerd Sjoerdsma bracht al begin april het advies uit om door te gaan met de huidige 5 coalitiepartijen. D66, GroenLinks, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en het CDA. Waarom duurt het dan zo lang voordat er een nieuw college is? We vragen het aan fractieleider Evert Bobeldijk. Zijn partij D66 heeft als grootste de leiding. Evert Bobeldijk, welkom. We gaan het hebben over de komst van het nieuwe stadscollege. En u spreekt namens alle 5 die er mogelijk in gaan zitten. Ja, dat klopt. Even duidelijk. Ik heb die eer, ja. D66 werd de grootste partij op 16 maart bij de gemeenteraadsverkiezingen. Dan neemt zo'n partij de leiding. Dat gebeurde met het aanstellen van onze verkenner, Sjoerd Sjoerdsma, Tweede Kamerlid van D66. Ja. Nou, die was al snel uit. Die zegt, ga maar door met de 5 partijen die er nu al zaten. Hè. Dat zijn D66, GroenLinks, ChristenUnie, Partij van de Arbeid en het CDA. Ja, dat klopt. Ja. Waarom hebben we dan nog steeds geen college? Nou ja, inderdaad zijn het dezelfde 5 partijen. Dus je zou zeggen van nou, blijf zitten en wandel door met z'n allen. Maar er stond meer in het advies van Sjoerd Sjoerdsma. En daar staat ook een oproep in om de raad beter te betrekken. En de verhoudingen zijn ook veranderd. Dus wij hebben ook, ik kan als vertegenwoordiger van mijn partij zeggen dat wij ook eigenlijk nog wel wat andere coalities hadden willen onderzoeken. Omdat er natuurlijk toch wel het een en ander is gebeurd bij deze verkiezingen. Er zijn 2 partijen binnen de coalitie die fors gewonnen hebben. Dit is een partij in de coalitie die fors verloren heeft. Is het CDA? Ja. Dus je zou ook kunnen overwegen om daar eens naar te kijken. Nou, en partij wilde dat ook, hè? Ja, dat hebben wij gezegd van laten we dat eerst doen. Maar we hebben ook wel gevraagd aan Sjoerd Sjoerdsma om nou serieus met al die partijen in de raad te gaan praten. Dat is gebeurd. En daar is een advies uit voortgekomen. En dat advies dat geeft wel aan, ga met deze bestaande partijen verder praten. Maar hou ook rekening met de rest van de raad en doe iets aan bestuurlijke vernieuwing. En dat betekent wel dat er een opdracht ligt. En die opdracht die pakken we graag op. Maar dat betekent ook dat we niet 2 dagen na het advies van Sjoerd Sjoerdsma klaar zijn. Sowieso, omdat natuurlijk alle raadsleden een baan hebben. Hè? Het is niet zoals in Den Haag dat dit de hoofdbaan is. Nee, we doen dit ernaast. Maar het is zeker zo dat de mensen die nu aan het onderhandelen zijn, daar veel tijd voor nemen. Veel tijd voor vrijmaken. En het kost tijd. Gemiddeld besteden we er 1,5 dag extra naast onze baan en onze andere politieke activiteiten per week aan. En het schiet echt wel op en de sfeer is ook echt goed. Maar het kost even tijd en we willen komen tot een goed akkoord. We hebben afgesproken met de raad, en dat stond ook in het advies van Sjoerd Sjoerdsma, kom tot een akkoord op hoofdlijnen, waardoor er ook ruimte is voor andere partijen om nog inbreng te hebben. Dus niet alles is dichtgetimmerd. Nee. Nou, en dan zou je ook denken van, nou ja, dat heb je toch ook snel voor elkaar? Ja, dat is een bekende misvatting. Want het is moeilijker om op hoofdlijnen te blijven dan om het dicht te timmeren. Dus je kan proberen om alles wat je vindt dicht te timmeren in een akkoord. Dat is niet al te moeilijk. Maar het is juist de uitdaging, en die gaan we aan, om het echt op hoofdlijnen te houden. En om elkaar toch dat vertrouwen te geven van we gaan hier samen uitkomen. Dus, want dat was nogal een dingetje, hè? Noemen ze dat in de vorige periode. Dat met name de partijen die niet in het college zaten, voelden zich behoorlijk veronachtzaamd. Dus je zegt, als we het nou op die hoofdlijnen afspreken, dan komt er ook meer ruimte voor hen. Ja, dat is absoluut de bedoeling. En ik voel ook, en dat kost natuurlijk heel even tijd, dat alle 15 partijen die intentie ook echt hebben. En we hebben gesprekken gehad met partijen uit de raad, met delegatie uit de raad, over hoe we dit gaan aanpakken. En dat gaat ook, dat gevoel begint ook echt wel te komen, dat er meer ruimte is en dat we elkaar dat ook moeten gunnen. We gunnen het ook onszelf, want ook onze eigen fracties van de onderhandelende partijen, die zoeken ook naar die ruimte voor zichzelf. Dus naar wisselende meerderheden, naar mogelijkheden om ook je eigen inbreng wat meer te hebben. Dus dat is waar we naar op zoek zijn. Dus het is niet zo dat daar in het Huis van de Stad niks is gebeurd de afgelopen periode? Nee, het is zelfs vrij druk geweest. We hebben een behoorlijk stevig inwerkprogramma gehad voor alle nieuwe raadsleden. En dat
Dat is heel leuk trouwens, ja. Omdat het toch de start is van een heel nieuw team. Hè? Ja, dus er zijn veel nieuwe. Ja. Ik ben heel erg blij met heel veel nieuw talent dat is binnengekomen. Normaal is het ook wel een beetje zoeken van nou, wat gaat iedereen presteren. Maar er zit echt veel nieuw talent in deze raad. Ziet er heel goed uit. En ik ben daar blij mee, maar iedereen wordt nu op vlieghoogte gebracht, zoals dat dan heet. En dat kost wat tijd, maar we zijn deze week inhoudelijk met de eerste raadsvergaderingen begonnen. U hebt hulp, hè? Want vorige week is mevrouw Salet, Mirjam Salet, die wij nog kennen uit 2019, waarnemend burgemeester, zeg maar ingevlogen om te begeleiden. Wat doet zij precies? Nou, wij zochten echt een technisch begeleider. Er zijn natuurlijk gemeenten die op zoek gaan naar een formateur of iemand die heel politiek bezig is. In theorie zochten wij alleen maar iemand die de vergaderingen goed voor kan zitten. Nee, dus moet verder de mond houden over de inhoud. Mensen hebben Mirjam Salet leren kennen als iemand die heel rustig is. Een hele rustige vrouw, ja. En op de juiste momenten niet haar mond houdt. Ja. En dat gebeurt ook, maar haar taak is ook om technisch voorzitter te zijn. Ze is procesbegeleider en dat doet ze met verve, hebben we tot nu toe gemerkt. En we zijn er heel blij mee. Het was een beetje onze droomkandidaat waarvan we dachten van nou, zullen we die vragen? En zij vindt het heel leuk om te doen. En dat de match is, hè, en dat gaat heel goed. Ja. En is er al wat te zeggen over de poppetjes? Er moeten natuurlijk wethouders komen. Ja. Waarschijnlijk weer 5? Ja, waarschijnlijk 5, want er zijn 5 partijen. Ja. Ja, dus die logica zit er wel in. Ik denk niet dat er partijen zullen zijn, en ik kan dan alleen maar vanuit mijn eigen partij spreken, die zullen aandringen op meer wethouders, omdat ze groter of kleiner zijn dan de ander. Dus er zullen weer 5 wethouders komen. En de bemanning van de post is het sluitstuk. Dus we zijn nu dat programma op hoofdlijnen aan het maken. En dat vordert. Ja. En dus dat is nog niet te zeggen over of de wethouders die hier nu zitten nog. Ja, ze zitten er nog. Mevrouw Dijkstra houdt ermee op van de ChristenUnie. Of de andere 4 doorgaan en ook op de post waar de ze De enige zitten. Zekerheid heb je net genoemd. Ja. Dat is? Dat mevrouw Dijkstra stopt. Dat is de enige zekerheid. Dus het kan zomaar zijn dat er heel andere mensen na deze... Ja, nou ja, goed. We kunnen daar lang en kort over praten. Er zijn duidelijk kandidaten vanuit partijen. En we moeten dat... uiteindelijk kijken van hoe verdelen we posten en welke mensen horen daarbij bij uitstek bij. En daar heeft meneer Sjoerdsma nog iets over gezegd, hè? Vooral van let erop dat het niet te, ik zal het maar even zo zeggen, een witte mannenclub is het nu op het moment. Hè? Ja. Inclusiteit is het niet echt. Nee, een vrouw, een zwarte. Nee. Zorg dat het meer is zoals de stad is. Nou ja, Hoe trekt u zich dat aan? Nou, dat trekken we ons zeker aan. En dat is natuurlijk ook wel een uitdaging. Toen wij 4 jaar geleden hadden wij, ietsje korter geleden hadden wij en een vrouwelijke burgemeester en een vrouwelijke gemeentesecretaris en 2 vrouwelijke wethouders. En daarnaast nog het bekende clubje mannen. Dus 3 mannen en vooral vrouwen daar ook naast. En op dit moment is die situatie echt anders, want er is een mannelijke burgemeester gekomen en er is een mannelijke gemeentesecretaris geworden. Dus het plaatje wordt wel wat monotoon. Maar het blijft natuurlijk zo dat alle partijen hun eigen kandidaten hebben. Ik ga niet over de kandidaten van andere partijen. Dat is toch een beetje een probleem. Je kan zeggen van de volgende gemeentesecretaris moet een vrouw worden. Maar die is ook nog niet direct aan vervanging. Maar uw wethouder zou een vrouw kunnen worden? Dat zou kunnen, maar we hebben een duidelijke een kandidaat. Een voorkeur voor Thierry van Vught, die er nu al zit. Dus, en zich met stad en cultuur heeft bezig gehouden. Ja, en die heeft dat nu 1 periode gedaan, of eigenlijk 1 periode en 2 of 3 maanden. Die is nog niet klaar. Nee. Zo wordt dat in de stad ook gevoeld. En over andere wethouders kan ik niet spreken, maar ik weet wie onze kandidaat is. En inderdaad, dat is een man. Dus eerst komt er iets op hoofdlijnen. Dat wordt dan ook nog in concept aan de raad voorgelegd. Dat noemde de burgemeester al noviteit. Ja, wat mag de raad daar dan nog wat over zeggen? Ja, er zijn eigenlijk 2 stappen. We zijn nu eerst bezig met hoofdstuk 1. En hoofdstuk 1 wordt het hoofdstuk over hoe we samenwerken in de raad en tussen raad en college gaan realiseren. Dat hoofdstuk wordt geschreven vanuit de raad. Dus dat is wel een coalitiehoofdstuk, maar het wordt geschreven vanuit de raad.
En dat gaat dan over de onderlinge verhoudingen? Onderlinge verhoudingen, tijdigheid van stukken. Al dat soort zaken die voor een raad belangrijk zijn om het werk goed te kunnen doen. Mag iedereen over meepraten? Daar praat iedereen over mee. En dat eerste hoofdstuk komt al vrij snel naar de raad toe. Dat zal begin juni zijn. Dan kan de raad daar over besluiten. Dan komt... Nou, de datum heb ik niet precies in mijn hoofd, die maar we juist halverwege. Nee, iets later komt dan het concept coalitieakkoord. Zal dan gereed zijn, als alles loopt zoals we willen dat het loopt. Dat komt in concept naar de raad toe. Daar kan de raad over meespreken. Zijn er zaken waarvan ze zeggen dat moet scherper of dat moet minder scherp of dat moet helemaal anders? En daar zijn meerderheden voor te vinden. Dan gaan wij terug met het concept en dan gaan we daar uiteindelijk coalitieakkoord van schrijven. Dat eerste hoofdstuk staat vast, dan al. Maar de rest is natuurlijk toch aan de coalitie ook wat ze wel en niet meenemen. Ja, klopt. En dan komen we met het uiteindelijke coalitieakkoord komen we in de tweede helft van juni naar de raad toe. En zodat we eind juni, zoals gepland, een nieuw college kunnen hebben. Nog werk in voortgang, zo gezegd. Ja. 9 juli begint de zomervakantie. Heeft Gouda dan een nieuw college? Wat mij betreft wel. Ja, de planning is echt om eind juni klaar te zijn. En we hadden het liever begin juni gehad en nog liever eind mei. Ja, natuurlijk, maar we hebben echt ruimte en tijd ingepland om met de raad in gesprek te gaan. En die hebben we benut. Om een goede start te maken. En de raad benut die ook. Ja. En die 4 of 5 weken die we nu verloren hebben, ik zou het echt geen verloren willen noemen, maar die we nu extra hebben gebruikt, die gaan echt hun nut geven in de komende 4 jaar, daar ben ik van overtuigd. Die winnen we omdat dan de relatie waarschijnlijk beter is. Nou, hartstikke mooi. Succes ermee en we horen het graag zodra het klaar is. Ja, ik laat het zeker weten. Dank je wel. Bedankt Evert Bobeldijk voor het gesprek en u bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.